Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een hele mooie herfstkrans maken. Op een speciale manier. Ik heb er zin in. Heb jij er ook zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis en blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. En ben je op zoek naar bijvoorbeeld de ondergrond, dan kan je die ook via de webshop vinden. Dus wil je dat niet missen, kijk dan snel. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Zoals ik al zei, gaan we aan de slag met een mooie krans. Ik heb een hele mooie mangohouten schaal. Ik heb hem al eens in de shoplog laten zien en jullie hadden er zin in. Ik heb ook allerlei andere mooie materialen, mooie herfstmaterialen. Dus ik haal jullie even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Ik heb hier een heel klein, leuk, schattig kransje. En die past heel mooi in de schaal, dus dat vind ik heel erg leuk. Want op die manier blijf je de schaal goed zien, want die is heel erg leuk. En mooi natuurlijk. En ik heb deze mooie curly houten takken. Die ga ik er eerst mooi omheen bevestigen. Op die manier maken we de krans wat platter en wat groter. Maar wordt het wel een mooi geheel door de natuurlijke materialen. Ik laat hem dus meelopen met de krans. En ik leg hem een beetje in de schaal. En je kan eventueel het even wat bevestigen met krammetjes aan de krans vast. Het hoeft niet heel strak, maar soms geeft het wel net een mooi effect om het even met een krammetje vast te zetten. Kijk, heel erg leuk. Als je dat naar wens hebt gedaan, gaan we eerst de trosroosjes verdelen. Het voordeel van het steekschuim, je kan alles mooi compact in verwerken. En je kan nu al zien wat het hout doet in combinatie met de roosjes. Echt prachtig. Ook qua kleur heel mooi. En juist om met het fijne te werken, lijkt dat heel mooi in combinatie met het hout. Oh, ik vind hem nu al geweldig. Dan heb ik wat fijn gipskruid in een geverfde kleur. Hou je nou niet van geverfd, kan je ook gewoon doorgeven dat je hem helemaal in natuurlijke kleuren wil. Bijvoorbeeld wit. En dan met wit gipskruid is ook erg mooi en luxe. Maar ik vind deze kleurencombinatie met het hout altijd heel erg mooi. En ook mooi warm. Dan heb ik wat sedum. Een mooi sterk herfstbloemetje. En dan heb ik wat katamus. Ook erg mooi voor de herfst. Het geeft net een ander kleurtintje in je stuk. En het voordeel is dat je het ook mooi compact kan verwerken. Dan heb ik nog een iets groter roosje. Dan gebruik ik nog disteltjes. Een kleine soort, maar je kan ook een iets groter soort gebruiken. Dat maakt op zich niet uit. Dit is toch al geweldig. Mocht je nu nog wat steekschuim zichtbaar hebben, gebruik ik een beetje mos. Daarmee werk ik alles mooi en netjes weg.
brengt vaak ook een beetje rust in het stuk, maar het geeft ook een mooi natuurlijk effect. Ik gebruik echt hele kleine stukjes, zodat je echt die vorm van de krans mooi houdt. En ook dat verfijnde. Je kan zeggen hij is af, maar om als laatste nog eventjes een beetje extra toe te voegen, gebruik ik rozenwortel. Die steek ik erin en laat ik eigenlijk ook een beetje meelopen met de krans. En eventueel kan je het even vastzetten met een krammetje, want het geeft ook een heel sierlijk effect. Soms haal ik er even wat zijtakjes af. Die kan je er eventueel nog wel weer kort bij in doen. Maar dan krijg je juist dat mooie effect dat het takje mooi meeloopt met je krans. Je kan ze er ook allemaal kort in steken. Dat kan ook hoor. Wat je daarin zelf het mooist vindt. Ja, en dit is toch geweldig. Het natuurlijke, de mooie herfstmaterialen. Vrolijk en ook eigenlijk wel heel sterk. Ja, echt prachtig. Kijk dan hoe mooi. Je kan er eventueel een kaas aan toevoegen. Die heb ik net nieuw in de webshop van PTMD. Echt heel leuk. En voor een leuk prijsje, dus helemaal mooi. Kijk, als je dat dan voor de sier erin wil zetten, is dat ook heel mooi en gezellig. Pas wel even op met aansteken als je hem gaat branden. Dat je rekening mee houdt dat de bloemetjes wel in de brand kunnen vliegen. Dus echt leuk voor de sier. Maar dan heb je echt een prachtig gevulde schaal. Heel leuk om op tafel neer te zetten. Ook mooi laag, dus geen klagende mannen. Waarbij het voor de televisie staat of zo. Misschien herkennen jullie dat wel. Wil je het pakket van vandaag nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebemissen.nl. Laat me hieronder weten wat je van deze video vindt. Wat je graag voor de herfst wil zien. En heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. En dat is natuurlijk leuk. Een cadeaubon te waarde van 15 euro. En ik vind het gewoon ontzettend leuk om te zien wat jullie allemaal maken. Naar aanleiding van mijn video's, van mijn DIY pakketten. Er wordt echt heel veel gemaakt. Maar ik vind het ook heel erg leuk om dat terug te zien. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En dan zien we bij de volgende keer weer. Doeg!